En ik mag vandaag het spits afbijten op het Zwijnse College in Veghel. En ik heb hier in 2004 eindexamen gedaan. En vandaag gaan honderden leerlingen hier examen doen in het vak Nederlands. Ja, heerlijk. Zo'n vak waar je niet voor hoeft te leren. 200 havisten gaan vandaag hier hun eerste examen maken. Extra spannend dus, zou je zeggen. Maar de meesten maken zich om Nederlands niet zo druk. Waarom zou ik zenuwachtig zijn? Ik doe een toets wel vaker goed vind. Ik heb een tekst gemaakt voor Nederlands, maar bij Nederlands kun je niet echt leren, dus ik heb gewoon geoefend en dat was het eigenlijk wel. Ja, nee. Ja, je kunt wel, je kon wel iets leren, maar ik heb dat niet gedaan. Ja, ik weet niet eens wat het was, maar. Je bent bang dat je je pen helemaal leeschrijft. Nou, in ieder geval gezat maar meenemen. Stel dat het opraakt, dan heb je tenminste nog uit bij me. En natuurlijk hebben we altijd nog de nonchalante laatkomer. Jij komt gewoon heel relaxed 1 minuut voor examentijd binnenlopen. Ja, ik wist dat een kwartier van de voren moest zijn. Mijn examentijd ben ik doorgekomen met hard leren en energiedrankjes. Of het nou daaraan lag dat ik ben geslaagd, weet ik niet. Maar in 5 jaar tijd is er in ieder geval niet veel veranderd. Ik heb een powerdrink bij, dus misschien dat het wel helpt. Ja, je kunt energiedrankjes volgens mij, maar die ben ik ook al vergeten te halen. Ik heb eigenlijk niks bij. Om 1:30 stipt start het eindexamen. Dan wil ik jullie heel erg veel succes wensen. Het is vanaf nu absoluut stil. 3 uur tijd hebben de leerlingen om het examen te maken. Ze moeten tekst verklaren en een samenvatting maken. Maar waar het nou over ging? 2 teksten was het. Eentje ging over de... Dat weet ik niet meer precies. Dat weet ik al niet meer. Wat viel nog mee? Over de overheid en zo. Ik weet eigenlijk niet precies meer waar het nou helemaal over ging. Nou, het was heel leuk om weer terug te zijn op mijn middelbare school. Maar ik ben blij dat ik in ieder geval geen eindexamen meer hoef te doen. En voor iedereen die nou veel stress heeft, heb ik nog een goede tip. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als je 's nachts goed slaapt, je overdag veel minder stress hebt. Nou, mocht dat nou niet lukken, probeer de energiedrankjes. Succes!